Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik ben de hele tijd al bezig geweest. Ik ben nu ook de vlog aan het uploaden. Het is een hele lange weekvlog geworden. Anderhalve weekvlog. Zoiets. Ik weet ook niet hoe dat ik hem moet noemen. Ik heb gewoon huizenziekenboeg. Een soort van weekvlog. Ja, ik weet het ook niet. Ik heb de hele ochtend al gespendeerd aan het feit dat Jordi vandaag een weekendje naar mijn ouders gaat. Hij, niet om rust te geven aan ons of zo, maar mijn ouders hadden er zin in. En ik zei van, nou ja, hè, jullie hebben vakantie. Laten we dan dit afspreken. En ja, dus die gaat een weekendje naar mijn ouders toe. Gezellig voor mijn ouders ook, vinden ze leuk. Hebben ze ook heel veel zin in. Liam blijft lekker nog bij ons thuis. Jordi ligt nu nog te slapen. Liam ook nog. Wat dat betreft heeft hij daar van Niels altijd de voeten onder de deken uit. Maar ja, hij heeft je zitten wachten totdat een van de twee ventjes wakker is. En mijn ouders zullen dadelijk ook wel een keertje deze kant op komen. En dan, ja, nemen ze Jordi mee. Ik heb alle spullen al zover klaarstaan. Ik moet nog een aantal dingetjes pakken. Maar dat zijn voornamelijk koelingproducten. Zoals zijn antibiotica, die moet in de koeling staan. Ik had nog twee keer een maaltijd in de vriezer staan voor Jordi. Dus dat nemen ze dan mee. En dan weten we gewoon zeker dat hij het eet. In principe. En ik moet ook zijn knuffels uit zijn bed meenemen. Of pakken en meegeven. En dan heb ik alles van hem. Dus ja. Het zal wel rustig zijn. Maar hè, ze weten wat ze moeten doen. Hij is nog steeds een beetje verkouden. Maar dat kunnen mijn ouders gewoon heel goed handelen. Ze weten precies wat ze moeten doen. En wat ze kunnen doen. En zo niet, dan bellen ze me. Simpel. Allebei mijn mannetjes zijn weer wakker. En Liam krijgt nu eventjes de fles. Die heeft hij alweer bijna op. Jordi heeft ook al gedronken, die ga ik zo dadelijk eventjes omkleden. Die zal me ook onderhand wel geplast hebben. Want hij had al zijn Ranja helemaal opgedronken. Dus die ga ik daar even omkleden en ik denk dat mijn ouders er zo wel zullen zijn. Nou, Jordi die is nou met mijn ouders mee. En ja, Liam ligt hier in de box. Stuntpiloot te zijn denk ik of zo. Dan moet ik even mama spelen. Weekendje, opa en oma. Niels is Liam nu lekker naar bedje aanbrengen. Ik heb vanavond eventjes lekker mijn nageltjes gedaan. Dit is het resultaat. En wij gaan nu nog heel eventjes een lekker snackie eten. En dan gaan we naar bed. Dus voor iedereen, slaap lekker. Welterusten. Goedemorgen Jordi. Goedemorgen. Wil je wakker worden? Hé? Hey? Wil je wakker worden? Jordi. Jordi. Ik wil nog niet wakker worden, oma. Hè? Ja. Een hele goede morgen. Jordi doet het heel goed bij mijn ouders. En ik ben al vanochtend met van alles bezig geweest. Ik ben nog niet helemaal klaar. Maar Liam die had honger. En die krijgt nou lekker fruitje. Lekker peertje. Ja, krijg jij lekker peertje, hè? Ja. Lekker peertje, hè?
Ja. Je had honger, hè? Lekker eten. Dus ik ga heel eventjes verder met fruitje geven aan deze kleine vent. En dan ga ik dadelijk weer eventjes naar boven toe verder. Ik hoop dat hij dadelijk even gaat slapen. Hij heeft nog niet geslapen. Dus ook op zich heel goed. Maar dat betekent wel dat hij dadelijk moe is. Dus dan kunnen we misschien toch in een ander ritme komen. Lekker, hè? Dus ik ga gauw even verder, want ik heb een klein hongernetje. Boven is alles gepoetst en nu heb ik twee kleine puppy's die hier slapen. Dus ik ga eventjes deze puppy in de box leggen en dan ga ik hier beneden aan de gang. Want ja, ook dat moet gebeuren. Wij hebben ons eigen klaargemaakt, Liam afgegooid bij zijn peetoom en tante. Joef zit in de bench. Jordi is nog steeds bij mijn ouders en dat gaat allemaal goed. En dan gaan papa en mama op stap. We gaan lekker uit eten samen. Dat hebben we lang niet gedaan. Een hele goede morgen. Gisteren hebben we het heel gezellig gehad en daarna zijn we Liam gaan ophalen bij zijn oom en tante. En Niels die zit net met Liam op de bank en in één keer zegt hij: wow, ik zeg, wat is er aan de hand? Ik ben je hand hoor. Dit dus. Ik ga even het resultaat bij Niels laten zien. Nou, een smakelijk filmpje. Ja, hè? Op de vroege morgen. Dus. Niels gaat even opruimen. Ik ga even de bank doen, want ja, hè, dat wil ik niet zo laten zitten. Ik denk dat Joef een feest heeft op deze manier. Maar ja, voordat ze het in de gaten heeft, ga ik me eventjes gauw aan de gang. Goedemorgen, Jordi. Goedemorgen, Jordi. Goedemorgen, wat heb jij goed geslapen? Hè? Wat heb jij goed geslapen? Ja. Ja, ga je mee naar onder? Huh? Oma, ik zal jou eruit pakken. Huh? Ja, en nu gaan we naar Overloon, naar het dierenpark. Nou gaan we weer terug naar huis. Maar wat ben ik toch moe. Liam die heeft net geslapen en die is nou net wakker. We hebben eventjes beneden de boel recht getrokken. Joef die ligt hier. Kussens lekker in de bank gedaan in de tuin. Ja, en ik ga zo onkruid plukken. Yay! Het is gezellig hè met papa. Ja, gezellig hè, met papa. Papa heeft jouw tenen flossen. Ja, uit tenenkaas. Ik ga eventjes onkruidjes doen. En ja, verder een beetje rustig aan. Ik heb voor het huis heb ik al het een en ander qua onkruid opgeruimd. Niels heeft me even geholpen. Die is nu ondertussen services aan het draaien, want die had eventjes een collegaatje uit de brand geholpen van het weekend. En Liam die ligt hier. Die heeft eventjes geslapen. Ik ben naar binnen gegaan, want hij was een beetje moe. Nu ga ik zo dadelijk, als Niels weer terug is, weer verder met onkruid pakken. En dan, ja.
Is het gezellig, hè, met mama? Met de... Isabel? Die papa is inmiddels weer thuis. En Liam, die ligt in de box. Die heeft inmiddels al gegeten. Hij is heel eventjes die in onzin aan het terugkijken. En ik ben eten aan het koken. Ik heb nou nog in de tuin gewerkt. Daar ga ik na het eten even mee verder. En Jordi is nog steeds bij mijn ouders. Die eet daar ook lekker. Dus ja. Ik ga even verder met eten. En dan kunnen wij zo eten. En dan kan ik weer aan de gang. Jordi is weer thuis. En hij wil niet slapen. Maar hij is wel vrolijk, dus dat is goed. Liam is ook nog wakker. En ja. Ik ben ondertussen even spulletjes aan het opruimen. En de tas voor morgen aan het klaarmaken. Want morgen hebben we weer logopedie. Mijn buik is aan het praten. Nee, ik heb geen honger, dus doe mijn gastric bypass. Kinderen slapen? Ja, de kindjes slapen. En wij zo ook. Wij zo ook. Vond je rond het weekend? Ja, we hebben een leuke zaterdag gehad. En we hebben veel gedaan. En vanavond was weer als van hout. Kinderen lekker wij lang mekkeren. Nou, dat komt ook bij Jordi, omdat hij in de auto naar huis geslapen heeft. Mm-hmm. Dus dan was hij langer wakker. En Liam heb ik in slaap gesust, zoals jullie zagen. Maar vandaag hebben we veel gedaan. Of in ieder geval, ik heb veel gedaan. Ik heb helemaal niks gedaan. Nee, we hebben het huishouden gedaan. En de onkruid heb ik in de hele tuin weggehaald. En Niels heeft langs thuis een beetje gedaan. Dus... Maar in ieder geval, het is klaar. Ze is gelukkig niet weggevlogen op de bezem. Zeg tegen Niels, ik heb een bezem nodig. Komt hij met de bezem aan, ziet hij. Alleen als je die wegvliegt. Nee, alleen als je belooft dat je niet mee gaat vliegen. Dat ja. Ik heb het geprobeerd, maar ik steeg niet op en te zwaar, denk ik. Dat is geen Nimbus. Nee. Wij gaan slapen en deze ups en down afsluiten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En wel trusten. Wel trusten.